Als ik zie dat mensen het moeilijk hebben, schiet ik ze graag te hulp. Of mensen het nu kwaad bedoelen of goed. Al zijn ze rijk, al zijn ze arm, dat maakt mij niks uit. Help is leuk, help is fijn. Wij mensen zijn er voor anderen die het moeilijk hebben. Als je ziet dat anderen in de problemen zijn, help ze dan. Ik weet dat je dat kan. We moeten voor elkaar zijn. Ook al doe je maar iets heel kleins. Je helpt en dat vindt iedereen heel fijn. Het zijn hele belangrijke mensen. Met of zonder deze mensen. Spullen kun je zonder, maar mensen zijn een wonder. Je bent zo nodig in alles wat je doet, want mensen zijn supergoed. Je moet elkaar kunnen raken, want samen kun je alles maken. Het bouwen van een flat of juist een reuze raket. Het maakt niet uit, want samen sta je sterk. Samen op het strand, hand in hand. Met veel doppen in ieders mond. De doppen zijn verdwenen en de rolstoel verschenen. Luc en Maite, en welke school zitten jullie op? De Bitswijk. Ja, want jullie hebben iets heel moois gedaan. We hebben net al twee gedichten gehoord. Wat hebben jullie eigenlijk gedaan met jullie school? Doppen ingezameld. Jullie hebben doppen ingezameld. Maar waarom zamel je nou doppen in? Voor een rolstoel in Turkije, een elektrische. Ja, want dat is heel veel geld, hè, in Turkije, zo'n rolstoel. Ja, want mensen hebben het daar heel erg zwaar en hebben geen geld om een rolstoel. Dus wij proberen voor die mensen een beter leven te creëren. Dit is al een actie die al bijna 2 jaar aan de gang is in Turkije. Toen heb ik het eerst zelf gedaan, maar toen dacht ik van het is lekker leuk om de kinderen mee te betrekken. Want je kunt meer met de kinderen doen dan dat je het zelf doet. Ik heb thuis nog alleen maar een heel klein zakje, alleen aan doppen die ik zelf heb. En dan zie je het resultaat al, hoe meer mensen je ermee betrekt, hoe meer doppen je kunt hebben, dus hoe meer mensen je ermee kunt helpen. Dus toen dacht ik van, ik gaf het door aan mijn groep, ze vonden het super vet. Nou, dan ziet u het al, ze kwamen elke week met doppen aan. En hoe hebben jullie dat nou gedaan? Bij de supermarkt te gaan staan en iedereen zijn fles aftroggelen? Of hoe gaat dat dan? Nee, thuis, als je een leeg melkpak hebt, gewoon de dop eraf draaien. En ook aan ooms en tantes vragen of ze dat doen en opa's en oma's. En af en toe een keer langs gaan en dan mee naar school nemen en in een doos stoppen. Wat hebt u eigenlijk verteld? Want ze zijn heel enthousiast geworden, want als je naar de zakken kijkt. Nou ja, we hebben eigenlijk een verschil gemaakt met het leven van hun en een kind die daar eigenlijk het armoede meemaakt. Wat is het verschil? Wat heb je zelf en wat hebben hun niet? Er kwamen heel leuke reacties van, ja maar als ik iets zie dan wil ik hem hebben. Dan krijg ik het ook zover dat ik hem krijg. Want die mogelijkheid heb je hier. Maar die kinderen die daar zitten, die hebben die mogelijkheid niet. Dus we hebben het heel vaak over armoede gehad. Over kleding die hun hebben en die hun niet hebben. Dat hun eigenlijk heel erg blij zijn als ze een kledingstuk krijgen van iemand. En hier krijg je à la minuut eigenlijk. Als je wilt, krijg je een kledingstuk. En daar zijn de kinderen zo blij als ze met een suikerfeest of een feest een kledingstuk krijgen. Waar ze dan heel graag bij hun bed neerleggen. En eigenlijk verheugen om die aan te kunnen doen. Maar dat was eigenlijk een rakende onderwerp voor de kinderen. Dat mijn kinderen iets wilden betekenen voor andere kinderen.